Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Ik ga jullie vandaag weer meenemen in de zaterdagmiddagdienst, ja, de laatste, zullen we zeggen. Ik heb zojuist de briefing gehad vanaf de vroege dienst en de overdracht met de zaken die afspeelden. Nou, er is deze ochtend eigenlijk vrij weinig gebeurd, alleen een ongeval. Dus geen dingen waar wij in de middag ons rekening mee moeten houden. Ook lopende dingen is het vrij rustig. Dus we hebben onze handen vrij, zeg maar, om de avond te doen wat we willen. En de meldingen op te pakken wat er gaat gebeuren. En wil ik jullie ook nog graag bedanken weer. Ik heb de afgelopen dagen weer een hoop fanmail gehad. Een aantal kaarten en zo een doos bonbons. Nou, jullie daarvoor dankjewel. Top, leuk, super. En we gaan gewoon zo door. En dan ga ik jullie voor vandaag weer meenemen. Klein stukje, waar moeten we heen? Naar de centrum nu, naar buiten. Dus het is vaker zo, of dat niet? Nee, eigenlijk nooit. Oké. Okay. Maar ik heb die scooter nog niet zo lang. Ik had die voor een snorfiets, maar daar mochten ze wel met z'n tweeën op. Op een snorfiets? Ja. Sparte niet. Nee, dat mag ook niet. Jawel, daar heb ik over gebeld toen in de tijd. Ze hebben gezegd dat zolang een kind goed ondersteund zit, met de voeten en de rug en zo, dan mogen ze gewoon erop. Een snorfiets. Ja, dat is je dan. Het is je dan wel verkeerd voorgelicht. Want nou, ik heb toen echt nog gebeld in de tijd. Hi. Mag ik even vragen wat u doen bent? Waar is dat van u? Het lag daar. Als afval of zo ben je nou aan het slopen? Want daar lijkt. Daar. Ja. Waar is het van jou dan? Nee. Maar als iemand het daar legt, ik weet niet. Het is van niemand is iemand hier op het plein. Het vergeten? Van Place to Be misschien? Wat zegt u? Misschien is iemand van Place to Be het vergeten? Ik denk niet, want dit is een oma's voor. Ja, maar dat denk jij, dus dat ga je voor iemand anders invullen. Maar u heeft hem dus net gemold, begrijp ik? Nee. Dat was al zo? Gewoon, ja, dit was al zo. Dat was al zo? Dat was al zo, maar je was er wel mee aan het gooien net. Ja. Maar wat is daar de reden van dan? Nee, het verfilmt. Je verfilt je? Wauw. Ja. Heb je geen voetbal? Nee, voor mij is gestolen. Gestolen? Ja, je moet zelfs spelen. Ja, nee, dat absoluut. Is graag. Ja. Maar snap je dat we je er wel even op aanspreken? Of vind je dat raar? Want ik vind het raar. Oké. Okay. Wat gaan we verder? Nou, als je die stoel anders even gewoon uit zijn container neerzet. Als die van Place to Be is, dan komen ze er maandag wel weer achter. Ja. En als je verveelt, ja, het is heel vervelend, maar probeer even wat anders te verzinnen. Dat je in ieder geval geen dingen sloopt. Ja, maar dit was zo goed. Oké. Behalve dat je staat. Hoi. Dat mag. Klopt, ja. Ben je een vlogger? Ja. Ah. Oh. Welk? Dan is hij nog. Kom op, telefoon. Ga je hem filmen? Zo doen? Ja. Met klein. Moet je hem niet beter over dwars maken? Maakt dat niet uit. Dus dan worden ze beter, toch? En pas ik er niet op in mijn hoofd. We'll be right back.
Als je juist in het centrum een voertuig gecontroleerd dat eigenlijk geparkeerd stond op de rijbaan, zeg maar ook reed in een gesloten verklaringsgebied. Nou, je meneer kwam uiteindelijk later aanlopen, dus even gecontroleerd. Bleek dat hij even met spoed medicatie moest ophalen voor zijn vrouw, die was geopereerd aan de kaak. Dus nou, we hebben het daar ook verder bij gelaten, zijn waarschuwing. Meneer 2521 gaf zelf ook aan dat het geen handige locatie is. Een fietspad? Nee, dit is een oversteekplek, hè? Nou ja, lijkt me wel. Ja, even wachten tot ik zeker weet dat die auto's niet gaan rijden. Maar dit is niet echt handig. Ja, lijkt me handig. En beter voor de portemonnee. Ja, oké. Nou, zo is een beetje halverwege de dienst. Het is inmiddels 6 uur. We gaan even een hapje eten hier aan het bureau. Ik heb dit keer wat nasi klaargemaakt. Het is zeer rustig buiten. Wel een hoop controles gedaan en wat hotspotplekken meegenomen. Eigenlijk weinig bijzonderheden verder. Dus hopelijk brengt de avond wat meer spanning, zullen we maar zeggen. Er is juist een melding van een passant dat hier gedumpt afval zou liggen. Nou, we zijn even ter plaatse geweest en we hebben net even gekeken. In ieder geval kunnen we helaas geen adres van dat soort zaken achterhalen. Dus dat houdt dan voor ons verderop als onderzoek, zeg maar. We geven het nu door aan de gemeente en die gaan het in de loop van de week ophalen en weer weghalen. Hoi, goedenavond. Hoi, dit is voor mij rijbewijs. Ik weet dat ik even staan houden dat er een gesloten verklaring gaat. Oh, ik dacht is open weer. Voor één wil, maar voor terug niet. Begrijpen. Van mijn collega, ik werk. Ja? Ben kok. Ja, ja, ja. Ik zal begrijpen. En ik ben net klaar, ik ga even. Dus hier op de hoek? Ja, of niet? Ja, ja, op de hoekje. Ik ben kok daar. En ik wist echt niet. Toen hebben we gezegd, één.
Goedenavond. Goedenavond. Hoi. We kregen een melding dat er een heel groot fik zou zijn. Nou vind ik dat inderdaad nog wel meevallen. Ja, we houden het allemaal in de gaten. Dus het valt er wel best mee. Ja, nee, het valt dus, inderdaad wel mee. Een buurman die kwam net al zo daar de plastic op. Ik zei ja, kom goed. Dat was een oude pion die hadden gevonden ergens. Uh-huh. Nou ja, dat, dat is onder controle. Ik kom hier om de 5 minuten even kijken of alles goed gaat. Nou ja, dit is het. Ja, alleen is het niet heel handig dat in gemeenteplantsoen nee, dat klopt. Zo zeggen. Nee, dat klopt. Hebben jullie geen vuurkorf? Hadden we, maar ja, die is inmiddels zo vaak gebruikt dat het einde oefening is. Want ter ere van wat is het feestje? Als vraag maar. Omdat het vandaag een mooie dag is. Oh ja, nou, goede reden natuurlijk. Nee. Ik denk als het om een verjaardag gaat, dat jullie misschien om een vuurkorf moeten vragen. Nee. Maar nee, dat is niet.
Nou, ik kreeg zojuist een melding van een aanrijding. Er was een voertuig dat stond stil bij de rode verkeerslichten. En een ander voertuig is daar eigenlijk zonder remmen op ingeknald. Er waren wat collega's bij in vrije tijd, een burger zeg maar. Die hebben de bestuurder van de auto die achterop knalde aangehouden. Nou, dat is een aanhouding met enig verzet geworden. Dus de verdachte is overgebracht naar het bureau en die zal daar verder gehoord worden en onderzoek gedaan worden. Het slachtoffer is hier ter plaatse onderzocht door de ambulance. Nou, het letsel viel gelukkig mee, dus hoeft er niet mee. Er viel wat spierpijn over. Voor de rest worden de voertuigen nu weggemaakt of opgehaald, of die zijn inmiddels al weg. En dan zal er een dossier op worden gemaakt tegen de verdachte. Your lips, they tasted like those cigarettes. Staring at the moon, we'd go to bed. In my arms, you're safe and sound, without a threat. And I can't wait to see what happens next. How far can we get if we sail a little bit high? A little bit low. How far can we get if we sail? Nou, het is inmiddels 11 uur, de dienst zit er alweer op. We begonnen zeer rustig, een aantal controles gedaan van voertuigen en die getuigenverklaring een handtekening gehaald. Aan het eind wel die melding van het ongeval. Dat is best wel een groot ongeval geweest. In ieder geval, hij klonk heel groot toen hij binnenkwam. Het slachtoffer valt gelukkig mee, dus dat is allemaal in orde. In ieder geval, de zaak zal morgen verder door de recherche afgehandeld worden. En dan wordt de verdachte daarin gehoord. In ieder geval, voor vandaag zit het voor mij erop. De nachtdienst is inmiddels begonnen. Leuk dat je er weer was en weer hebt gekeken naar deze vlog. Voor nu fijne avond of tot ziens en tot de volgende keer.